Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 16 mei. Eindexamen zijn gestart, podium Bokster pakt uit met Guus Meeuwis en Boksters Sterren showen tweedehands mode. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat geldt zeker voor de leerlingen die deze week zijn begonnen aan de eindexamens. Zij worden met deze eindtoetsen getest op hun kennis van vakken als Nederlands, Engels, scheikunde en geschiedenis. Voor sommige leerlingen levert het stress op, anderen zijn juist goed voorbereid. DBC Nieuws wilde weten hoe de eerste examen zijn verlopen en nam de proef op de som bij het Jacob Roelands Lyceum. Hoe ging het examen? Geschiedenis, geloof ik. Ja, ik denk op zich wel oké. Ik had overal wel een antwoord op, dus ik denk dat het wel goed ging. Ben je goed? Nou, geschiedenis is niet mijn beste vak, maar ik sta wel ruim voldoende dus. Ja, wel prima. Ik heb net geschiedenis gehad, dus het ging... Ja, ik heb er redelijk vertrouwen in, zullen we zeggen. Ik vond het op zich wel goed te doen. Wel veel gemerkte aspecten. Dus, maar het is vooral veel leren. Ja, bij geschiedenis denk ik 25% leren, 75% inzicht. Ja, wel oké, denk ik. Het is wel, wel goed gedaan, denk ik. Ja, weet ik niet helemaal. Ik vond hem op zich wel een beetje vaag, vond ik hem. Want ja, sommige dingen dacht je van, ja, ik zeg, die keer wel, kon je wel beantwoorden. Maar ja, de antwoorden kunnen ook heel anders zijn, zeg maar. Het is heel erg... Vond je het eigenlijk moeilijk dus? Ja, ik vond het wel moeilijk, ja. Ga je slagen? Waarschijnlijk wel. Het moet wel. Vorig jaar ook al gezakt, dus ik hoop dat dit jaar wel gaat lukken. Daar ga ik wel voor, ja. Ik ga er vanuit dat ik slaag. Waar ben je heel goed in? Engels. Engels. Absoluut Engels. Ja. Ja, nou ja, Engels. Wat ga je hierna doen als je slaagt? Fiscaal recht in Tilburg. Niks. Ik heb tussenjaar daarna. Ik heb geen studie gekozen verder, dus. Wat wil je laten worden? Oh, geen idee. Dus, daar heb ik echt nog niet bedacht. Waarschijnlijk iets met economie of ik dacht ook misschien aan psychologie. Ik denk iets in de entertainment, dus de organisatie van festivals, concerten, dat soort dingen. Daar heb ik een economische achtergrond voor nodig, dus daar heb ik ook wel hard nodig om door te werken, maar dat komt wel goed. Kun je beginnen met Dommeland, hè? Ja, dat weet ik. Wanneer begin je? Met bij ons. Dat weet ik niet. Nee. Ik ga eerst nog een studie van 4 jaar doen, dus duurt nog even. Hopelijk pakt het eindexamen voor de leerlingen net zo goed uit als de nieuwe programmering van Podium Bokstel. In het centrum werden zaterdag namelijk diverse openbare objecten ingepakt. Met deze ludieke actie geeft het Bokstertheater aan dat zij komend seizoen echt uit willen pakken met de programmering. Het podium aan de Burgakker ligt woensdag 23 mei al een tipje van de sluier op over het programma. Dan zijn tijdens het evenement preview al enkele voorstellingen kort te bekijken. Ook is het dan mogelijk om al kaartjes te bestellen voor de nieuwe shows. Daarnaast viert Podium Bokstel haar 12,5-jarig jubileum. Om het koperen feest te vieren krijgt het publiek tijdens enkele opvoeringen in het nieuwe theaterseizoen een extraatje. Zometeen nog meer nieuws over Podium Bokstel en Guus Meeuwis. Wie afgelopen weekend ook flink uitpakte, was Rien van Doleweert. Hij heropende een museum dat je eerder in Amsterdam dan in Bokstel zou verwachten. Het Johan Cruijff Museum. In zijn rijtjeshuis aan de Spinster in Bokstel-Oost heeft van Doleweert zijn collectie van de legendarische voetballer opnieuw gerangschikt en uitgebreid. Daarvoor moest zijn kleinzoon David wel zijn logeerkamer afstaan, maar dat vond hij eigenlijk heel logisch. De opening van het museum ging niet ongemerkt voorbij. Naast burgemeester Mark Buijs was namelijk ook voormalig Ajax-doelman Hein Stuy aanwezig. Zij verlosten het museum door een lintje door te knippen en namen een kijkje tussen de spullen van de Cruijff-fan. In Es stroomde het bier uit de pomp op het Marktplein. Om de nieuwe inwoners van het dorp welkom te heten, wordt sinds 1966 jaarlijks het bierpompfeest georganiseerd. Onder het toeziend oog van de Essense bevolking mogen de nieuwelingen een speciale pul vullen uit de bierpomp. Biertapper Gerry van der Mee zorgde ervoor dat elk glas gevuld was.
Daarna proosten ruim 50 nieuwe dorpsgenoten op S. Na het officiële gedeelte bij de pomp klonk muziek en waren er activiteiten voor kinderen. Ook stonden er kraampjes waar alle verenigingen uit het dorp zich presenteerden. Opvallend druk was het bij een kraam over de gemeente Vught. Daar werd een discussie gevoerd over een heet hangijzer in S. Bij welke gemeente willen de inwoners graag gaan horen? Vught of Bokstel? Houd daarvoor het DBC-nieuws in de gaten. Als echte sterren paradeerden enkele Bokstelse inwoners zaterdag over de rode loper in de Stationstraat. Daar lieten zij zien dat tweedehands kleding ook nog heel hip kan zijn. De modeshow was onderdeel van de pop-up store die de werkgroep Fairtrade en de Vincentiusvereniging opende. DBC Nieuws nam een kijkje bij de modellen voor één dag. Nou, we zijn vandaag in Bokstel in de Stationstraat. Dus we zijn een gezelschap van het Wereldkoor, die zijn vandaag aan het optreden voor ons. En straks dan zijn we getuigen van een mooie modeshow in samenwerking met Vincentius. Het doel van vandaag is, deze week is de Fairtrade week begonnen. Fairtrade, eerlijke handel, eerlijke prijzen, eerlijke winstverdeling, eerlijk vervoer, ga maar door, alles eerlijk. En wij hadden het weer de gedachte opgepakt om in samenwerking met Vincentius, dus de kringloopwinkel hier in Bokstel, om ook gezamenlijk een modeshow te doen, een soort pop-up store te maken. Omdat Fairtrade is en in ieder geval duurzaamheid, in ieder geval hergebruik, dat zijn de voorwaarden voor Fairtrade handel eigenlijk. En daarom zitten we vandaag hier in deze mooie omgeving in de Stationstraat in Bokstel. Marielle, eerst werkzaam als journaliste, nu als raadslid in de gemeente Bokstel en vandaag hier als bekende bokstelaar. Wat brengt jou hier? Ik werd door Anjen Witteveen benaderd met de vraag of ik mee wilde doen. Omdat ik nu dus ook raadslid ben en ze graag wat mensen op de catwalk wilden. En het goede doel steunen, dat is iets wat ik erg belangrijk vind. En ja, fotomodel zijn voor een dag is toch een beetje een jonge meisjesdroom. Dus vandaar. Sarah, jij was de jongste ster van vandaag. Hoe vond je het? Het was heel erg raar. Want eerst was er ook een meisje, even oud als mij hier. Maar die ging, toen de tweede ronde bijna begon, weg. Wat vond je het leukste om te doen vandaag? Op de rode lopen. Ineens stond Bokstel op de kaart. Letterlijk. Want maandagavond maakte zanger Guus Meeuwis bekend waar hij zijn nieuwe cd gaat lanceren. In het programma RTL Late Night mocht presentator Humberto Tan een dartpijl gooien in een draaiende kaart van Nederland. De pijl landde precies op Bokstel. Vrijdagmiddag is het dan zover, podium Bokstel stroomt dan vol met fans van de Brabantse zanger. Wie het miniconcert wil bezoeken kan zich nog inschrijven via de website van Guus Meeuwis. Ook zijn twee kaartjes te winnen via een like- en winactie op Facebook van de Omroep Dommeland. Guus gooit een pijltje in Bokstel. En dan? Super. En het is natuurlijk hartstikke leuk dat hij ook dan nog een keer de locatiepodium Bokstel kiest in Bokstel. Ik denk voor Bokstel heel leuk, voor de Bokstelaren heel leuk. En ook voor podium Bokstel in de samenwerking met Sint-Lucas heel leuk om dat nou eens een keer met een landelijke artiest te mogen doen. Ja, we hebben net gevolgd dat ze een beetje gingen kijken wat er allemaal... hoe het allemaal in zijn werk moet gaan met banners en podium. Maar er was ook sprake van een beetje samenwerking met Sint-Lucas. Ja, nou, dat vinden we natuurlijk heel leuk. Als creative community vind je het leuk om ook aan Muziek Nederland een bijdrage te leveren. En het leuke is dat we net weer wat verbeteringen hebben aangebracht aan onze theaterzaal. En het spits wordt afgebeten dan in dit geval door niemand minder Guus Meeuwis. Ja. Dus we hebben zelf het initiatief genomen? We hebben zelf het initiatief genomen om te bellen van, hey god, is podium Bokstel geen leuke locatie? Nou ja, goed, zij hebben gezegd, we kijken even rond wat past. Nou ja, goed, je hebt het gezien vanmiddag, hartstikke tevreden over de accommodatie die hier zit.
qua veiligheid, maar ook qua ambiance. Ja, maar ik heb ook gehoord dat er mensen mee gaan lopen met licht en met geluid. Ja, wij zoeken, wij hebben in Eindhoven hebben wij ook een afdeling podium evenementtechniek, waarbij mbo-studenten dus opgeleid worden voor licht- of geluidstechnicus. En hebben we dus geheel spontaan de crew van Guus, die kwam met het idee, hoe leuk is het om studenten van Sint-Lucas hier te laten meegenieten. En dat ze dus een wat grotere productie en een bekende artiest zo kunnen ondersteunen. Ja, leuk, want wij mochten erbij zijn net bij de besprekingen en dan hoor je de dingen die langskomen. Want het is dus vrijdag al en het is nu dinsdag. Hè? Wij weten al waar het is, maar we mogen het nog niet vertellen. Vanavond of gisteravond was het dan, werd het bekendgemaakt waar het is. Maar dan hoor ik wat erbij komt kijken, zeg. Ja, nou, je merkt meteen dat dat natuurlijk een professionele club is, zeg maar. Die je tot in de puntjes willen hebben geregeld. Ja, en wij zijn natuurlijk zo blij dat deze kant op komt. Dat is gewoon een lotje, zeg maar, voor ons. En dat betekent dat we even de schouders eronder moeten en de handjes laten wapperen, zodat we hier vrijdag een mooie voorstelling kunnen maken. Dit was DBC Nieuws voor deze week. Mocht u deze aflevering nog terug willen kijken, dan gaat u naar de website of Facebook van Brabant Centrum en Omroep Dommeland. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.